Maar leg eens uit, want wat is dan het verschil tussen jou en je moeder? Want het mm -hmm. feit dat zij wel bang was en ja. angstig... en daar ook ja. over sprak met ja. Jou, ja. Heeft jou... ze heeft die angst niet op jou nee. overgedragen? Nee, gelukkig niet. En, misschien en heb is dat... je, weet je waar, hoe dat komt? Nee, dat weet ik niet. Ik, ik kan alleen maar denken dat ik er... Um, <laughs> ja, onbevangen in stond. En dat is eigenlijk niet veel veranderd. Daarbij, uh, let wel, zij heeft de dood van haar vader van dichtbij meegemaakt. Zij en, was daarbij. Ja, ze was daarbij. En dat laat ook wel een, een, een litteken na. En dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Dus in, in zekere zin is dat een groot cadeau voor mij geweest, zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Want niet alleen heb ik veel gesprekken met haar van jongs af aan hierover gevoerd. en gewoon. Ik, ik was ook toehoorde. Ik heb heel veel geluisterd, gewoon. Um, Want waar gingen die gesprekken dan oh, over? Hierover, waar wij over praten. Hm. Ja. En dan belden er ook luisteraars in, die zeiden wat mooi. Ja, Een goede stem. Ja, ja goede stem. Dan ja. kun je ook luisteren. Dan je over de dood praten. Nee, ja, ja, nee, waar gingen die gesprekken over? Uh, ja, echt hele persoonlijke zaken. die zij ervoer in het nadenken over de dood. En, en als je het niet erg vindt, wil ik dat dan niet vertellen. Want dat is echt van haar. Maar daardoor, ja, ik, ik, vond heel, ik vond het heel fascinerend. dat je daar zo mee bezig kon zijn. En ik zag ook dat het haar wel. Ja, verdriet deed, Gewoon dat, ze de dat de vader er niet meer was. Dat ik mm -hmm. mijn opa nooit heb leren kennen. Alleen ook weer, voor mij was dat niet belast. Ja, ik heb de man nooit gekend, snap je? Ja. Dus voor mij werkt het zo. Dat je, dat en je... ik ga je trouwens zo op door... omdat mm -hmm. nee. die voorstelling natuurlijk over de dood nee, gaat. Heb je. Ik en snap jij het ook, je ook daar goed. zo Zeker. Um, duidelijk mee verbonden voelt. Je voelt Zeker. dan alles in die voorstelling. Ja. Dat het jouw ja. verhaal is. Het is ook niet een kankergeschiedenis. Het is nee. iemand die baf... Ja. Dood neervalt. Ja, dat vond ik ook trouwens omwille van het verhaal wel beter. Ik bedoel, met drama werkt het ook wel zo dat hoe rigoureuzer uh, uh, dingen zijn. Ja, maar ja. Zo, zo. Ik ben ook een verhaal aan het vertellen en mm -hmm. dat heeft ook. Dus dan moet je ook gewoon praktisch en. Swingend uh, beetje... de dood ingaan, werd net in de aankondiging gezegd. Ja, dat die was, uh, muziek die erachter zit. Nou het is... ja, het leek mij interessant om die uiterste te verenigen. Mm -hmm. En ik denk wel degelijk dat je ook een, 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 een houding uh, kunt hebben naar sterfelijkheid, die, die dus niet beladen, belast is of of zwaarmoedig, maar waarbij je met inbegrip van verdriet, van melancholie, van het gevoel van gemis en van onmacht, die, die is ook mijn eigen. Ik bedoel, mm -hmm. ik sta daar echt niet boven welke menselijke ervaring dan ook, maar dat je met inbegrip van die kwetsbaarheid, dat je ook uh, je heel... Ja, veerkrachtig kunt voelen. En heel dankbaar vooral dat we leven. Weet je, dat we nu gezond zijn, of min of meer gezond. Mm -hmm. Dat je kunt nadenken, dat je keuzes kunt maken, dat je van prachtige dingen kan genieten. Van muziek, van natuur, van nou, vriendschap. Dus dat hele bruisende enthousiasme, wat ja. ik je eigenlijk vanaf van moment één dat jij binnen kunt <laughs> ja, dat ja. heeft daar iets mee te maken. Dat heeft met, met, dat is ja, noem het, weet ik het, levenskracht. Maar die is bij mij wel heel erg getriggerd door een besef van eindigheid. En was dat? al toen je die gesprekken met je moeder voerde? Of is dat vooral aangezet op het moment dat zij er zomaar niet meer was? Dat is wel versterkt. Ja, Sindsdien? Ben... Exact. En ja. toen was jij... Toen in... was ik 32. En toen heb ik ook, Had je nog geen kinderen of net wel? Nee, niet. Sterker nog, uh, dit alles waar we het nu over hebben... Het, het plotseling overlijden van mijn moeder... was ook een katalysator voor mij en mijn vrouw om kinderen te nemen. Ik bedoel, we wilden al weliswaar een gezin ooit stichten. Mm -hmm. Maar ja, dat ooit, dat hing in de lucht. En wie of wat zou dat definiëren? Mm -hmm. En gek genoeg was, was het overlijden van mijn moeder de trigger... om te zeggen, oké, okay, het leven is dus hard en onvoorspelbaar... Um, en wat er heel vaak gebeurt met mensen die, eh, met ons dus ook... als je grote keuzes wil maken in het leven... ga je een beetje om je heen kijken alsof er een teken op je pad gaat komen. Ja. Iemand die zegt, ja nu, nu moet je van baan veranderen. Of nu moet je uit die relatie stappen. Of nu moet je dat gesprek maar eens aangaan. Nou, en wij besloten om die dood van mijn moeder... van Olinda's schoonmoeder, aan te grijpen om leven te maken. Hm. En het leven te omarmen. In al zijn chaos en zijn liefde. Nou... Hoe kan je dan beter beginnen dan met kinderen? En nu hebben we jouw jongens hetzelfde als wat jij hebt meegemaakt. Namelijk, zij hebben hun oma niet gekend in nee, dit geval. Klopt. Maar dan zie je ook weer, als je daar gesprekken met ze over uh, voert, en dat hebben wij echt van jongs af aan met de boys gedaan, en jij belast hen niet met wat jij allemaal voelt en vindt, dan krijg je gewoon hele open gesprekken terug. Snap je? Mm -hmm. Zij zijn niet belast. Mooi. Ze moeten nou, ook niet belast zijn. Vind Stap. jij dat jij wel belast bent? Nee, belast, want dat, dat, is een, dat is een woord wat bij mij toch associaties oproept: van, uh, van iets wat me zou tegenhouden, of zou remmen, of me op een negatieve manier zou kleuren. En ik voel dat ik eigenlijk alleen maar. Um, um, verbonden voel met het leven. Ja, juist daardoor. Ja. Dat is toch waanzinnig ja, eigenlijk? Dat is heel een groot geschenk zou je bijna kunnen zeggen. Dat is echt een groot geschenk. Ja. En ik heb gemerkt als je. Sorry, ik schiet vol. Dat gebeurt wel eens. Mm -hmm. ik, heb, ik heb gemerkt als je da van daaruit durft te leven mm -hmm. en je keuzes durft te maken, dan. Dan gaat er een wereld voor je open. Ja. <laughs> Want dan heb je andere gesprekken. En je gaat anders naar de dingen kijken. En je durft meer. En je, je, je waardeert muziek meer. En dat was bijvoorbeeld ook voor mij, ja, een, denk ik, een trigger om te zeggen: Weet je, al die toneelteksten die ik heb gedaan. en waar ik vreselijk van geniet. en waar ik heel veel waardering voor heb. laat ik het zelf eens proberen. En ik heb niet de illusie dat ik, er, uh, 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 dat, ik, dat ik een nieuwe prijswinnende auteur ben. Hoeft ook niet. Maar ik heb denk ik wel iets te vertellen. En ik heb dat vermogen om mensen te bereiken en me te verbinden... met een ervaring waar we allemaal doorheen moeten. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook meer durf gekregen? Ja. Van ik ga het gewoon allemaal doen. Eigenlijk en, wel, uh... ja. Dat ik dacht, kijk, stel nou even... even ik, ik denk vaak zo, hè? dat is misschien een beetje gek... maar ik denk, stel dat het allemaal over een jaar voor mij ophoudt. Mm -hmm. Ik zoek even ongeverfd hout om af te kloppen, maar mm -hmm. je snapt het. Dan denk ik, laat ik dan in godsnaam... Tot die tijd mijn leven zo zinnig en, en, en ja, waardevol mogelijk hebben uh, geleefd. Hoe staat je vrouw daar eigenlijk in? Ik bedoel, afkomstig uit Mexico. Ja. Is het niet het land, het, het land van het Dode Rijk? <racht> <racht> ik heb, haar, op wat ik voor heb manier... haar geschaakt uit het Dode Rijk. <racht> nee, op wat voor manier praat zij anders over de dood? Nou, de, de, uh, Is die culturele achtergrond uh, nodig? Er andere een andere orde. De, uh, ja, dat gaan we zeker doen. Ja, nee, nou nee, wij, wij delen dit. Wij delen deze ja? opvatting. Ja, wij daar, van begin zeggen. af aan. Of ja, was daar. dat, dat ook... was ook wel een van die dingen. We, we, we zijn allebei wel dat we to the point komen, zeg maar, ook in ons eerste contact. <laughs> uh, dus dan, dan heb je het over essentiële dingen of dat probeert dat dan zo over te hebben. En ja, wij, wij staan hierin heel erg. Dit zijn raakvlakken van ons, maar let wel, wij zijn ook al best een tijd bij elkaar, 16, 17 jaar. Dus dit zijn ook dingen die ja, die, die, die gaandeweg. Meer en meer ontdekt bij elkaar. En ook mm -hmm. bij jezelf. Dat je gedachten verdiepen zich. En je kunt soms betere woorden vinden. voor dat wat je voelt. en wat je ervaart. en wat je uh, belangrijk vindt. En, en nogmaals, die, 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 dat overlijden van mijn moeder. dat, was, ja, dat hebben we gelukkig. Uh, om weten te buigen. of geïnterpreteerd, hoe wil je het zeggen. als een hele positieve, waardevolle ervaring. Mm -hmm. en, en, en dat vind ik heel. Uh, ja, dat vind ik iets heel. Maar